Hallo, lieve mensen allemaal. Hier ben ik weer met een hele vragenlijst, een waslijst vol. Die ga ik voor de laatste keer in deze Wicked-periode beantwoorden. Want het is echt de laatste week. De laatste week is nu ingegaan. Ja, nog niet helemaal, want het is natuurlijk nog niet echt de laatste week. Maar we hebben hierna nog maar, na deze dag, nog maar 3 keer te spelen. Dus ja, het is nu echt afscheid nemen. Ik heb afgelopen vrijdag, eergisteren, heb ik voor het laatst Fiero gespeeld. Onwijs veel lol gehad en ontzettend van genoten. Dit was echt een droom die uitgekomen is. Misschien cliché, maar het was echt wel een van de rollen die ik in mijn leven wilde spelen. En dat is gelukt, dus dat is heel erg leuk. En bedankt voor alle hele leuke reacties. Want jullie hebben gereageerd op, en mij bedankt. En, zegt dat jullie het leuk vonden. Dat doet me goed. Dat is gaaf. Dus dankjewel. Nou, hier de vragen. Ik begin met de eerste vraag. Die is van Lore. Wie is het leukste Wicked-personage volgens jou en waarom? Nou, je hebt natuurlijk de grote rollen. Elphaba en Linda en Fiero. Dan heb je de rollen die het meeste in beeld zijn. Maar Madame Macabre vind ik een erg leuke rol, omdat zij ontzettend manipulatief is en echt een spel speelt het hele stuk lang. En als het goed gespeeld wordt, kom je er pas later achter dat zij echt een slechte heks is. Dat vind ik leuk eraan, maar de Bok, de meester, Dillemond vind ik ook heel erg leuk. Een kleine rol, maar ook een hele sympathieke rol in het verhaal, ook nodig. Zo ook vind ik het zelf heel leuk om de official te spelen bij de Lion Cup scene. Dat is natuurlijk een beetje een rare man. Maar dat is ook een leuk rolletje. En ook niet te vergeten de voetvrouw aan het begin van het stuk. Ook met hier, met het geitenkop, geitenhoofd. Dus dat vind ik allemaal. Ook de kleine bijrollen dus zijn superleuk en zijn geweldig ingevuld en geweldig uitgeschreven. Dus, er zitten heel veel leuke personages in. De tweede vraag is van Noor. Wie is je grote voorbeeld? Wie is mijn grote voorbeeld? Ik denk misschien, als ik dan echt het breder trek dan alleen Nederland, is denk ik mijn grote voorbeeld misschien wel Johnny Depp. En waarom? Ik vind het gaaf hoe die man zich kan transformeren in heel veel verschillende personages en gewoon heel veel gekke typetjes en dat vind ik interessant aan die man. Hij speelt gigantisch goed en hij is gewoon heel eigen op zijn gebied, dus dat is wel een voorbeeld. Zou je ooit een beroep willen achter de schermen en zo ja, wat voor een beroep zou dat zijn? Nou, ik zit wel eens te denken. Van hoe lang ga ik dit doen? Het liefst mijn hele leven lang natuurlijk op het toneel staan. Maar wat ik ook erg leuk vind is haptonomie. Ik weet niet of jullie daar bekend mee zijn. Dat is een soort van ja, therapie, een manier van werken met mensen wat heel fysiek is. Psychologisch heel verbaal, heel erg met praten en spreken, problemen oplossen. En haptonomie gaat meer vanuit je lijf. Dat vind ik tof om dat te combineren misschien wel met mijn vak. Zingen of dansen of spelen. Dan krijg je een soort van dramatherapie, muziektherapie. Dus dat zou ik ook heel erg leuk vinden om te doen. Dus misschien in de toekomst dat het op die tour gaat. Maar op dit moment ben ik nog te veel bezig met zelf genieten op het toneel en spelen en zingen. De volgende vraag is van Lars. Het is nog vroeg. Heb je mijn Wicked Playmobil theater gezien? Zou jij samen met mij een fragment uit Wicked willen spelen? Ja, dus natuurlijk zou ik dat heel graag willen doen. Dus misschien moeten we dat maar een keer regelen. Misschien komt het er ooit van. Ik heb je Playmobil gezien. Ik zal er eens een foto van nemen, want ik vind het heel leuk wat je hebt gemaakt en wat je hebt gedaan. Dus super bedankt, Lars. Heel leuk. Heel lief van je. En je had ook nog een vraag. Wie is je favoriete musicalster? Favoriete musicalster is denk ik Norbert Leo Batz. Dat is een Amerikaanse man. Hij heeft de originele Fiero heeft hij gespeeld. En hij heeft ook in The Last 5 Years gespeeld. Dat is ook een musical stuk wat ik met de muziek erg mooi van vind. Dus misschien is dat toch wel de man waarnaar ik af en toe even kijk om,
om dingen van te leren. De volgende vraag is van Bouk. Als je een dier zou zijn, welk dier zou je dan geweest zijn? En waarom juist dat dier? ik denk dat ik een vogel zou zijn. En ik denk dan een roofvogel. Een vogel die heel hoog en heel lang zweeft en over alles uitkijkt. Ja, lijkt me heerlijk om te vliegen. Dat eigenlijk. stel, je hebt... Zo. Nee, straks even een slokje. Stel, je hebt 1 miljoen tot je beschikking. En je zou er je droom mee mogen verwezenlijken. Wat zou je daar dan mee doen? Jeetje, Mina. Nou, met 1 miljoen kan je natuurlijk heel veel doen. Maar ik denk dat ik heel graag naar Antarctica zou willen. En denk je, nou ja, naar Antarctica. Je wilt toch gewoon naar Broadway of je wilt toch gewoon iets doen met je vak. Nee, ik zou heel graag naar Antarctica willen. Want dat lijkt me echt een geweldige reis. Als ik ergens voor wil sparen, zou dat het zijn. Dat lijkt me gewoon heel mooi. En daarnaast natuurlijk heel veel andere leuke dingen doen en geld opzij zetten om te sparen. Want 1 miljoen is natuurlijk heel veel. Maar zo'n mooie reis maken zou ik wel heel tof vinden. Carmen, wat is je droom? Wat wil je in de toekomst gaan doen? Nou, ik zou rondlopen. Zo. Dat ze zo een keer deze hoek pakken. Nou, ik ben ook. Wat is je droom? Wat wil je in de toekomst gaan doen? Nou, mijn droom is dus zoveel mogelijk zingen, spelen en dansen. Oh, bommetje. Zoveel mogelijk dingen doen op het toneel natuurlijk. En misschien ook workshops geven en mensen begeleiden, zanglessen geven. Dus wel echt met mijn vak bezig zijn. Dus dat eigenlijk zo lang mogelijk volhouden. Dat vind ik echt te gek. Dus dat is nog steeds mijn droom. En wat vind je het leukste scène uit Wicked om te doen? Ik vind de leukste scène om te doen als mezelf, als ensemble. Misschien toch wel de opening. Omdat dat is zoveel... Ja, dat is gewoon gek. Die opening is zo mooi geschreven. Dat vind ik het ensemble ding vind ik mooi. En als ik in de rol van Fierro sta... Dan vind ik denk ik de Lion Cup scene het leukst. Met een leeuwenwelpje. Als Elphaba en Fierro de trap afkomen. En een soort van eerste echte contact hebben. En een beetje... Zullen we even zo lopen? Dat is leuk. Toen kunnen we gewoon praten, beloof ik zo. Dat ze zeg maar voor het eerst echt in aanraking komen met elkaar. En een beetje bekvechten. Een beetje, ja, een beetje elkaar aftasten. Dat vind ik een hele leuke scène. Het is ook een hele grappige scène. Oké, en wat... nog een vraag van Carmen. Kon je vroeger al goed zingen? En vind je jezelf goed? Dat is natuurlijk een lastige vraag altijd. Vind je jezelf goed? Ik weet in ieder geval dat ik... inmiddels wel heel veel geleerd heb. En ook heel veel... techniek heb in huis om dit te doen, überhaupt. Ik was hier wel altijd heel... Vroeger was ik al heel snel mee bezig. Vanaf mijn 6e, 7e jaar ging ik naar een theaterschool, een kindertheaterschool. Dus ik ben altijd wel heel erg mee bezig geweest. Dus dat is wel altijd de droom geweest die ik nog steeds heb. En dat is wel heel tof natuurlijk. De volgende vraag, en de laatste vraag is van Luc. Hoe heet jouw personage als je in Niemand Huilt om Heksen zit? Niemand Huilt om Heksen is de opening. En dan vind ik, dan heet ik Elvis eigenlijk. Als je mijn pruik hebt gezien, dan snap je waarom. Dat Elvis, denk ik. De laatste vraag is van Kim. Even zo, Kim. Even zo, net. Even die kant op. Organiseer jij ook een meet and greet? Of fandagen? Nou, daar heb ik inderdaad over zitten nadenken. Omdat ik natuurlijk zoveel filmpjes inmiddels heb opgenomen in dit jaar. En misschien het ook wel leuk is om eens een keer echt wat voor jullie te doen. Omdat jullie eigenlijk al die tijd wel mij hebben gesteund en leuke dingen hebben geschreven. Dus misschien toch wel leuk om een keer iets terug te doen. Daar ga ik eens op terugkomen later. Omdat ik wil dat even gaan plannen. En daar moet er natuurlijk wel een goede dag voor zijn. Dat jullie ook wat jullie het beste uitkomt. Maar dat lijkt me wel heel erg leuk om te doen. Dus die kans zit erin. Ik weet nog niet hoe en wanneer en wat. Maar ik neem het wel mee. En ik ga erover nadenken om iets leuks te organiseren. Want ja,
nogmaals, ik vind het heel bijzonder dat er mensen zijn die zo met je meeleven steeds en je volgen. Dus ja, dat is heel leuk en wil ik graag wat voor terug doen. Nou, dit waren de vragen. Ik ga nu naar de warming-up. Ik noem maar even zo, die achterkant is wel leuk, hè? Zo'n beetje zo groenig en zo. Ja, dat hoort er toch nog even bij, de kleur. En dan ga ik naar warming-up en dan ga ik deze dag in. Het is vandaag zondag. Dan ben ik maandag en dinsdag vrij. En dan heb ik woensdag, donderdag en vrijdag nog. En dan zit het er echt op. Dat is wel heel gek. Want zo'n heel jaar, er gebeurt heel veel. Heel veel mensen, nieuwe mensen waarmee je weer gewerkt hebt, die je hebt leren kennen. Mooie muziek, mooi stuk. Dus het gaat wel even gek worden. Maar ook wel weer heel goed. Je moet ook wel gewoon weer nieuwe dingen doen in het leven. En uitdagingen zoeken. Dat ga ik doen. Voor nu heel erg bedankt. En ik ga vrijdag nog een laatste filmpje opnemen. Om echt eventjes dag te zeggen tegen jullie allemaal. Ik hoop jullie allemaal nog te zien. En nou, het allerbeste ermee, hè. Toedeloe! Hoi!